En wat zijn de gulden aan het maken? Cocktail, als je gaat lopen. Finaal? Finaal? Ja, het is vandaag de finale. Met Pinot de Charente? Ja, Pinot de Charente. Wat is er nog in? Pinot de Charente, wat zou je doen? Van de Bes. Is er ook gin? Ah, my croquet. Gin, dat ziet er lekker uit. Hè? En die finale van de zon, die dat erbij? Recht over mij zitten altijd Johan. Dat moet dat niet gedaan, dat is dat is aangenomen. Geweldige kookmensen. Ik kon de trak nog terug los bij de stad. Heb je hem al gezien? Dat klein beetje uitgehold. Ja. Ja, dus dat klok is er zo een klein beetje. En dan heeft hij dat een beetje een mengeling erin gedaan van boter en een beetje suiker en een klein beetje kaneel. Niet dat hij een vuur vast op gezet en niet dat hij erin gestopt. Want ik krijg al, allez, ja, dat is zeer lekker, die appelkussen zo gepocheerd. Maar keer voor keer zetten we dan een appel bij die. Ja, dat was je probleem, die is al laatste. En dan hebben we nog patatjes. Oh, oh, oh. Goeie kumakkerel, zo filmen. De puree laten erin, ja, maar dan een beetje peper en een beetje zout en een beetje olie op je hand. En een bordje met paneermeel. Dat is de langlijnse. Dus dan draai je de bolletjes, bloem, eiwit, paneermeel. Dat noemt men dus de panade. Ja, en? En dat wordt dan fris weggezet en dat wordt dan gefrituurd. Zeg van, ik wil dan een beetje een betere toets aan geven aan die kroketjes. Kun je in die kroketjes, dus in de paneermeel, nog een klein beetje een zo verkruimelde amandels geven. Amandels, ja, ja. Thank you.
beetje, hè. En gelijk. Gezondheid. En smaken. Dank je. Want dat nodig was ook. Ja, dat is mooi. Kan ik ook niet even zien. Ja, zo. Oei, oei, oei. Hoe vind je het, Monique? Ah, doe het er nog een beetje. Wat doen we?